hier zijn we met Kermis te Laat hier bij Kermis FM op de Roosmaandag, Ferry. Roosmaandag, jij. En hoe was jouw lopen? Hoe was jouw Roosmaandag? Ja, goed, gewoon een pilsje gevat, denk. En meester gesjoerd. En meester gesjoerd, grote taal. En nog iets opgevallen? Ja, dat er veel mensen in het roos waren, zag ik. Ja, dat is iets anders dan Blauwe Zondag weer, hè? Ja, precies. Ja, hey, maar kijk eens wie hier zit. Benno zelf, denk. Benno van Vught. De Benno, ja. Benno. Ja. Zing het eens, jongen. Benno. Benno. Zo, ja. Benno. Zo ken ik hem weer. Benno van Vught. Iedereen zingt het voor. Echt waar? Ja, dat wordt niet. Dat wordt het niet. Hey Benno, je was hier vrijdag in de studio. Wij hebben afgesproken, je gaat voor ons reportages maken. En niet te geloven, hè? Ja, meer dan 1 miljoen of 100.000. Miljard kijkers, denk ik. Ja, kijkertjes. Hoe gek kan het gaan, hè? Het gaat hard, hè? Het gaat hard, het is niet echt jaloers, hè? Maar jij hebt er meer als men. Hoe gaat het? Ja, bij mij gaat het allemaal hartstikke goed, maar zijn mensen die zijn er allemaal een beetje op tegen van hoe dat allemaal die gang van zaken gaat. Hoezo? Wie stuurt ze maar op mijn af? Dan zaken we als woord met wisselen, denk. Ja, maar wij zijn niet goed aan, want ja, doet het goed. Die mijn coach die is te fanatiek en dat vinden ze allemaal niet leuk. Ja, dat klopt. Hij deugt niet. Maar luister eens, ik wil jou gewoon de basisprincipes van televisie maken bijbrengen. Ja, maar dat is ook heel goed. Alles wat ik zeg in de filmpje, dat is de... Ja, het klopt. Je kunt terugkijken. Dus, je kunt dan terugkijken. Het is toch wel leuk en als we toch plezier hebben en de mensen geven eerlijk antwoord, dan zo is dat waar het op draait. Ja. En ik vind het leuk om te doen in ieder geval. We hebben nog een stukje, het is eigenlijk deel 2 van waar we gisteren uitgezonden hebben. Er zat nog een stukje aan. Zullen we even samen kijken? Ja, dat is goed. Benno, Benno, Benno van Vught. Goeiedag meneer, mag ik u iets vragen? Morgen is het hier razen. Benno. Camera was er nog niet, hè? De Tilburgse kermis is een speciaal dag voor de Roze Banda, maandag. Iets sneller to the point komen, Benno. Maar je geeft daar een verkeerde antwoord eigenlijk. Nee, dan moet je de goede vragen stellen. Ja, maar vindt u, Tony, dat lesbiennes een speciaal dag hebben? Waar elkaar gevraagd wordt. Ja, ik vind dat, zoals ik zei, ik denk dat homo's en lesbiennes elke dag van de kermis hier een fantastische kermis moeten hebben. Jonge dame, mag ik u een paar vragen stellen op Tilburgse TV? Op de camera letten, Benno. Ah, heel eventjes, terwijl. Meneer ook die? Ja, maar het zijn maar heel korte vragen. Het gaat over Roze Maandag. Jammer. We hebben geen tijd. Ze hebben het ook zo druk. Ja. Zullen we een loopshot? Ja, dat is goed. Met de eindconclusie. Ja, dat is goed. Zo. Oh, wacht even. Ga maar zitten. En tijdens het praten opstaan en deze kant op lopen. Nou, tot slot conclusie wil ik toch meedelen dat de Tilburgse kermis Roze Maandag de meeste mensen toch eens zijn dat er zo'n dag is. En dat heel veel mensen nog zoekende zijn voor wat ze zijn. Vandaar dat er ook hetero's verkleed als roze op de Tilburgse kermis zijn. Dankjewel. Mag je voor mij nog een keer? Ja, oké. Okay. Ja, nog één keer zo. Ja, dat is goed. Was hij niet goed weg, hè? Hij kon beter. Ik denk ook dat hij beter technisch, kan. Technisch. Maakt niet aan, Jan. Nou. En in 5, 4, 3. Goedendag. Tot eindconclusie willen we zeggen dat er op de Roze Maandag toch mensen vinden dat het nodig is dat er een speciaal dag is voor homo's en lesbiennes. Heel veel mensen vinden ook dat er heel veel mensen nog zoekende zijn. En vandaar dat ze dan ook verkleed gaan op de Roze Maandag. Misschien morgen weer een ander item. Tot ziens. Dan gaan we verrekkers vlot de eind voort, of niet? Is dat niet goed? Dat was heel goed. Nou. Ja, misschien morgen een ander item. Ja. Nou, dat was een goed plek van de Benno. Ja, goed. Nou. Maar hier is toch helemaal niks mis mee, Benno. Ja, dit gaat goed, hè? Het is een leerschool, het is een leerproces hoor. Ja, dat is zeker. Ja. We kunnen niet alles. We kunnen weten, niet allemaal in één keer. Hey, maar... Ik heb zelf ook. Nee, ik heb zelf gezegd getalenteerd, dat is natuurlijk het verschil. Dus ik doe daar vrij kort over, maar ik heb het toch ook moeten leren. Ja, iedereen moet leren, hè? Ja. Hey, maar wat was nou de conclusie van Roze Maandag met de vraag waar je mee op pad ging? Ja, eigenlijk dat iedereen het leuk vindt en
dat voor iedereen is. Roze mannen, of je nou homo bent of lesbienne is of... Ja, maakt niet uit. Nou, iedereen maar je moet niet weg verdoen als dat je homo bent en dat je dat niet zet. Nee, dat vind ik ook. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Ik zou het ook zeker niet doen. Hey, we wilden jij nog meer leren, want dan gaan we door. Wilde jij nog iets... Nou, ik ga nog versporten. Ik zat eentjes gaan tellen, geloof ik. Jij gaat verslag doen van de bad-eend-race. Ja, dat gaan we kunnen doen, nog steeds bad-eenden kopen voor de bad-eend-race, de 26e. Daar ga ik dus verslag van doen. En morgen gaan we ook weer iets op de kermis doen, dacht ik. En, ja, ze moeten maar afwachten. Het is iedere keer een verrassing. Ik kijk er naar uit, Benno. Ik denk, ja, kijk eens ook. Ik ook. Hé, hey, luister. Wij zijn vandaag kermis op geweest bij Roze Maan tussen de buien door. En ik kwam Babushka tegen en die viel in de prijzen. Ze hebben mij van de organisatie gebeld. Oei. En je bent in de prijzen gevallen. Hoppa! Alweer een winnaar. Gaaf, hè? Ja, we hebben gewonnen. Jij mag met mij daarin. Nu. In dat ding! Ja, dat doen we dan maar. Viel toch best mee, Babushka? Ik vertrouw nooit niet meer. Niemand niet meer. Nooit niet meer. Hoezo, maar was je niet blij met je prijs? Ja, kun je prijs steken waar de zon schijnt? Ja. Oh, wij kost die vent kwijken, zeg. Schitterend. Alleen daarvoor zo kraal niet meer ingegaan. Oh, Babushka. Nee, maar weet je, liever dan ik. Het rare is, van, als je hier op maandag, en er zijn heel veel travestieten en zo, en die drag queens, die lopen te paraderen, maar dan gaat bijna niemand gewoon in een attractie. Ja, nee, met jou niet, dat snap nee, ik goed. Nee, maar dat loopt te paraderen en mooi te zijn, en dat mag ook wel. Maar, en daarom vond ik het juist zo leuk dat Babushka wel mee ging. Ja, dat moet je zelf weten, dat je met Babushka erin gaat. Hoezo, maar jij hebt niet mooi naar mooie travestieten gekeken. Dat ziet er toch hartstikke mooi uit. Weet je wat ik hier zie? Ja? Dat is een flesje zomerbocht. Hier, ja. Kijk dan. Ja. Dat is pas schoon. Ja. Hey, en vandaag was hij ook weer op de kermis aan het werk. Onze Fred van Boeschoten. Dus zullen we eens even naar een avontuurtje gaan kijken van Fred van Boeschoten. Ja. Ik zit tot daar in de Lanceerstraat, want er had er een gebeld, die moet naar Eindhoven. En ik hou ze op om mijn gitaar. Ik zeg, ik sta daar in de Lanceerstraat. Er had er een gebeld, die moest naar Eindhoven, die moest naar TV Lwanovic. Op een gegeven ogenblik stapt hij in, met een ruimtepak aan. Ik denk, ja. Zelf weten, ik heb al veel meegemaakt in de taxi, maar ja, ik denk, ik zat toch te vragen. Dus ik zeg, meneer, mag ik jou een vraag? Dat is goed, zie. Acht maar kort uit. Je hebt zo'n schoon ruimtepak, hoor. Je bent zeker een astronaut. Ja, zeker, ik ben een astronaut. Oh, ja, wat doen astronauten? Ik zeg, jij gaat zeker naar de maan. Nee, zie, ik ga naar de zon. Zeg, ja, hey, de zon is toch hartstikke wit weg en halverwege zijn al helemaal opgebrand. Nee, zie, ik ga s'nachts. Zo. Dat soort dingen maakt er mee. Oh, god, man, de jeugd. Godverdomme toch.
Welkom bij Astraal TV. We hebben weer zoveel vragen van kijkers. Het is altijd moeilijk kiezen. Maar we hebben toch weer een beller. Wie hebben we vandaag aan de lijn? Hi, spreek met Evelien. Hoi Evelien, wat leuk dat je belt. Wat is jouw vraag? Mijn vraag is ja, eigenlijk ook meer een probleem. Ik heb de laatste tijd heel erg last van opvliegers. En ik ben misschien bang dat ik vervroegd in de overgang ben. Opvliegers, dat is toch dat je het heel warm krijgt, of niet? Ja, dat klopt. Ja, dat is inderdaad dat je het heet hebt. Ja, dan gaan wij voor jou, Evelien, eens even een tarotkaart leggen. Oké. Okay. Doe maar even schudden. Schudden, goed, ja? Schud ze maar eens een keer goed op en neer. Dat kun je heel goed. Maar je moet ook niet te lang schudden, hè? Is het zo goed? Ja, dat is prima. Dat staat zo. Nou, dan zal ik er eens een paar gaan trekken. Nee, dat doet hem naar de uitzending. We gaan na even naar die kaarten kijken. Oké, Fernandes. Ja, vat er maar in, hè. Deze is dus de grote arcana-legging, hè. Je hebt trouwens zelf ook een schoon legging, zie ik. Dankjewel, Fernandes. Nou, we vatten een kaart. Oké. Okay. Ja, ik zie het al, dat is de staven 4. Dan zijn we mij gekitteld. Met de staven 4. Tjonge, jonge, jonge. Maar kan Evelien hier iets mee? Ja, zeker. Evelien, jij hebt het nogal gaan werken. En dat komt omdat je het in een vorig leven heel heet het gaat. Oké. Okay. Jij bent namelijk een heks geweest in de middeleeuwen. Een heks? Een heks, ja. Je waart een heel kooi, jij. En ze hebben jou verbrand op een brandstapel. Oh jee. En daar hadden na nog last van. Ja. Oké. Okay. Zo is het gekomen. Evelien, kun je dit plaatsen? Ja, dat verklaart misschien wel waarom ik nu al last heb van opvliegen. Dat verklaart het zeker, ja. Zo zit hij gewoon. Oh. Niet dan. Nou, ik hoop dat je hier iets mee kunt, Evelien. Ja, ik zal eens wat onderzoek doen en kijken wat ik er verder aan kan doen. Want ik krijg het toch telkens wel erg heet. Nou, ik hoop dat je daar snel... Ja, doet er maar iets aan. Ja, nou, dan gaan wij afsluiten. Oké, okay, nou, dankjewel Evelien ja, voor je bellen. Jullie ook bedankt. En dankjewel kijkers dat jullie er vandaag weer waren. Tot de volgende keer. Nou, doei.